De eiwitshift, of eenvoudiger gezegd, de evolutie naar een meer plantaardig voedingspatroon. Wat is het, waarom is het belangrijk en hoe bereiken we een gezonde, duurzame en vooral lekkere toekomst met meer plantaardig op ons bord? Dat is het onderwerp van de podcastreeks De Eiwitshifters. Mijn naam is Christophe Rubens en in acht afleveringen duiken we samen met enkele interessante gasten in de wereld van de eiwitshift. In deze aflevering gaan we dieper in op de sector zorg. En ik heb hier twee experten uitgenodigd, Amy en Philippe, allebei heel welkom. Welkom. Merci, dank u. Amy Verbeke heeft samen met Ariane Louage Mosquito in de Room opgericht. En daarmee ondersteunen ze bedrijven, overheden en organisaties om via slimmere voedselkeuzes bij te dragen aan een duurzame toekomst. Hierin hebben ze een bijzondere aandacht voor de eiwittransitie, waar gezondheid en duurzaamheid natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ze is co-trekker voor het thema voeding binnen de Green Deal Duurzame Zorg. Eentje die gelinkt is natuurlijk met de Green Deal. Eyewit uh, Shift op ons bord. En heeft meer dan tien jaar ervaring in het begeleiden van grote keukens naar een lekker, duurzaam en gezond aanbod. Waaronder ook een aantal ziekenhuizen. Amy, welkom. Filip Philippe, Philippe van Hornik is diensthoofdproductie patiëntenkeuken, magazijn en overslag aan AZ Delta in Rumbeke. Hij heeft een erg grote passie voor zorg voor de voeding en voeding in de zorg. Dat welkom, Filip. Welkom. De e-shift in een zorgzetting, we hebben daarvoor gekozen om die een keer uit te lichten omdat het toch wel, ja, misschien wel wat extra uitdagingen met zich meebrengt. Die e-shift in een zorgzetting, extra noodzakelijk of net heel uitdagend? Uh, hoe leeft de e-shift eigenlijk in de sector? Uh, hoe leeft de -sector, allee, shift in de sector? Uh, Allee, het heeft een heel moeilijk uh, begin gekend. Mm -hmm. dus, uh, allee, ik kan spreken uit ervaring, want ik heb al heel veel ervaring binnen, binnen de zorg. En, allee, ik, ik werk al 40 jaar in de keuken, dus uh, mm -hmm. uh, in het begin was er in principe geen sprake van uh, eiwitschift. Mm -hmm. uh, ook, ook geen uh, plantaardige eiwitten werden uh, nauwelijks aangeboden. Uh, als je dan nu bekijkt, uh, de varia die we nu hebben aan, aan, aan nieuwe producten, uh, dan kan ik dan alleen maar toejuichen. Uh, allee, de koks hebben niet zo mee te werken om, uh, om uh, allee, iets lekkers van te maken. Mm -hmm. Dus uh, ik kan dan alleen maar toejuichen dat we, dat we, dat we eigenlijk stappen vooruit gezet hebben binnen, binnen de e shift ook uh, naar variatie, allee, variatie binnen de keuken is, is voor de patiënt dan, spreek ik, is uh, allee, kunnen kiezen en, en uitweidmogelijkheden hebben, dat komt ten goede van de welheid, welzijn en gezondheid van de patiënt. Mm -hmm. Dus uh, daarom alleen al is het, uh, is het echt wel ja. uh, belangrijk dat het het is. Ja. Ik denk, hè, we hebben de traditionele Vlaamse eetcultuur van zo de tripartiet, dat was ook gewoon de standaard in de zorg, omdat... Dat herkenbaar was voor mensen, maar met dat de generaties evolueren, is de vraag er ook gewoon veel meer naar gekomen: naar, okay, een keer iets vegetarisch, een keer iets veganistisch, een keer iets waar misschien gewoon wel wat dierlijke eiwitten in zitten, maar niet in zo'n grote hoeveelheden. Mm -hmm. En dat ziet je nu ook wel weer weerspiegeld in dat de, de, de ziekenhuizen, de zorginstellingen daar naar op zoek gaan. Maar dat brengt uitdagingen met zich mee ook wel, want je zit natuurlijk met chefs, en Filip, je kunt dat nog <laughs> veel beter zeggen dan ik, ja, die traditioneel geschoold zijn en die nu ook wel met nieuwe producten leren werken. Ja. Um, maar die evolutie zit er inderdaad zeker in. Ja, inderdaad, ja, koks die, die in het verleden... Ik heb, ik heb een aantal koks die, die eigenlijk van de oude setting zijn. Ik heb een aantal mm -hmm. nieuwe koks. Uh, maar het blijkt toch dat die koks... Uh, allee, oh, vegetarisch, dat is niet lekker. Ze hebben zelf al een voordeel om... om uh, over vegetarisch, maar uh, bij mij is het altijd, en dat is niet alleen in vegetarisch, zij bepalen eigenlijk het menu. Mm -hmm. Dus op een bepaald moment, als we overgaan naar een winter- of zomermenu, uh, bijvoorbeeld in juni, ga ik, uh, heb ik dan al eens getriggerd van, kijk, uh, jullie moeten een voorbereiding maken voor, voor de menu voor de, voor de winter, uh, met zes vegetarische gerechten erin, uh, met kleur op het bord. Uh, dus eigenlijk moesten ze daar rekening mee en moesten zelf over denken. ze moesten zelf over nadenken. Uh, wat dan eigenlijk uh, in die menu gaan plaatsen. En ook die vegetarische gerechten ook een keer gaan uittesten. En dan zelf, uh, het hadden we zeker. Uh, het hadden over een lekker gerecht. Mm -hmm. uh, naarmate dat we dat meer doen, beseffen ze ook wel van, ah dat is ook wel lekker. Uh, en eigenlijk daar draait het om wat er op het bord komt, dat dat lekker is. En is dat nu vegetarisch of stoverij of, of, of iets met, met een bolognese of iets anders. Het moet lekker zijn. Mm -hmm. De patiënt moet het eten en dan, dan, dan ben je vertrokken. Wat komt, uh, komt uit de groep zelf? Mm. Uh, ik leg niet op, ik ga het natuurlijk wel controleren, maar mm. uh, ik leg niet op van je moet dit maken, je moet dat maken. Ik zeg natuurlijk wel, kijk, uh, we kijken met leveranciers van wat hebben we van producten, wat is er op de markt. En, en er is een hele scala op de markt van, van uh, plantaardige eiwitten. Uh, dan ze mee kunnen spelen, mee kunnen testen. En, en soms zijn er ook tussen dat we zeggen, nee, dat is te taai, dat gaan we niet doen. Uh, ah, dat is beter. En dan zijn er ook nieuwe leveranciers. Uh, Allee, zoals, uh, zoals dat we onlangs ontmoet hebben, met uh, nieuwe gedroogde producten, mm -hmm. uh, die je in water moet, uh, moet laten opzwellen en dan, uh, dan bakken. Uh, dat gelijkt op vlees, dat is echt... Uh, allez, Gelijkt op vlees, het moet niet gelijken op vlees, want het is plantaardig. Dus uh, in feite moet je dat vlees weglaten. Maar als ik je goed hoor, Filip, uh, dan, dan begint alles met het, het wegnemen van onbekend, maakt onbemind. Uh, daarmee in aanraking komen en er ook mee leren koken dan, want dat is natuurlijk ook wat. Uh, ja. ja, inderdaad. Dus, allee, de producten die je krijgt, sommige zijn onbekend. En, en je moet zo ook leren kennen, maar dat was vroeger ook zo. Hmm. We hadden niet alle vleessoorten, we hadden niet alle groenten. Dus we hebben dat in de tijd ook moeten doen. En, en, en nu zijn er plantaardige eiwitten die nieuw zijn in de keuken. Ja, het zou jammer zijn dat je dat gewoon zo aan, ah, we gaan dat klaarmaken, zonder dat je weet van ja, hoe gaat die smaakbeleving hier zijn. Allee, je kunt dat niet zomaar op. Ah. Je moet dat echt met testen, nee. trial en error, om, om tot een resultaat te komen naar een lekker gerecht. Ja. ja, en ik denk wat ik hoorde nu daarnet zeggen, om de smaak van vlees of de maillardreactie reactie die ja? gebeurt met vlees na te bootsen. Maar eigenlijk is het al. Niet per se. Het is gewoon die Maya-reactie die zorgt voor smaak. Ja. En dat kan met vlees. Dat gaat het makkelijkst met vlees en ja. vis en dierlijke producten. Maar dat gaat even goed ook met plantaardige producten. En dat is wat we moeten leren opnieuw. Dat te doen inderdaad met lood en ui, Maar dat kan op heel veel. Andere manieren. Er zijn een aantal, ja, wat we zeggen, umami-bommetjes mm -hmm. in de plantaardige keuken. Denk aan paddenstoelen, zo shiitake is om bouillon van te trekken. Uh, denk aan kappertjes, olijven, zo gedroogde tomaten, maar evengoed ook sojasaus uh, en miso, zo wat meer uit de Aziatische keuken, waar dat, dat van nature die, die hartige smaak ook wat meer in zit. En daar moeten we mee leren spelen, denk ik, om ook die smaak in die volledig plantaardige gerechten te krijgen. Um, en dat, dat, kan, dat is gewoon even lekker. Mm -hmm. Maar dat is misschien wel moeilijker om te bekomen, omdat we dan niet gewoon zijn. Ja, dat klopt. En, allez, het is niet zo eenvoudig om. om uh, allez, we gaan zomaar. We kunnen het ook bereiken. Hè? Maar mm -hmm. met vlees gaat dat veel sneller. Je hebt daar rapper die, 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 die echt specifieke smaak. Bij groenten moet je al gaan spelen met, uh, met een salotje, met look, met, uh, met een aantal andere bak, baktechnieken. Uh, om, om tot een goed resultaat te komen. Ja. Hmm. En niet te vergeten ook dan, zeker in de zorg, worden maaltijden vaak op grote schaal bereid. Ja. En dat is niet van, oh ja, we gaan nog een keer een, een lepeltje zout bij doen. Dat is, alleen dat wordt op volumes gemaakt. Dat is ook nog eens een hele andere manier van met die ingrediënten om te gaan. Hmm. Hè? Dus hmm. dat is zeker wel een ja. uitdaging ook. Ja. Nu bij ons ook. Bij ons wordt ook alles beschreven. Dus, dus zo, als wij een menu maken, dan gaan we een technische visie maken van een bepaald gerecht. Hmm. Dan gaan we proeven met zes personen. Dat is in de koks. Maar gaan we dat ook voorleggen aan een smaakpanel? Uh, pas nadien dat de smaakpanel het geproefd heeft, uh, dat kunnen dokters zijn, dat kunnen verplegingen zijn, dat kunnen mensen uit het bureau zijn, dat kunnen uh, medewerkers van de keuken zijn. Op uh, het moment dat we daar zijn van het is oké, okay, dan gaan we dat receptuur uitschrijven ja. en volledige bereidingswijze. Je moet zo lang bakken, zo lang stoven, zoveel, allee, alles staat beschreven waarbij dat in feite recht reprodu reproduceerbaar is. Hm. Uh, want dat is heel belangrijk, als kok A kookt, of kok B, of kok C, of, of, of Jantje of Mietje, mm -hmm. dan moet dat hetzelfde gerecht zijn. Want, allee, in een ziekenhuis speelt dat niet zo'n rol, maar in een woonzorgcentrum is dat echt wel uh, belangrijk, dat je, dat je gerecht herkenbaar is en reproduceerbaar is uh, naar de smaak van een bewoner. Omdat mm -hmm. de smoker een, bewo een, een bewoner bijvoorbeeld, als ze een stovereen maakt, uh, en dan denkt, ah, oh, dat was lekker de laatste keer... En ineens uh, een kok zegt van, oh, ik kan er een beetje meer peperkoek in doen, ik kan er een beetje meer azijn in doen. En dat smaakt niet naar de beleving dat die patiënt of die bewoner had mm -hmm. de vorige keer. Ja, ja dan is dat echt een disillusie voor, voor die bewoner. Ja, mm -hmm. ja. ja en supermooi hè, wat Filip zegt, van dat proeven. Ja. Enerzijds in de keuken, dat de kok zijn keukenpersoneel overtuigd is. En daarna ook patiënten daarin meenemen, personeel daarin meenemen, eventueel ook bezoekers meenemen, familie hè, van mensen ja. die er liggen. Um, want dat is uiteindelijk wat wij ook zien in onze projecten, wat mensen overtuigt. Je eet uiteindelijk niet met je hoofd of met je ratio, maar echt gewoon met: dit is, is keilekker! lekker. Ja. En dan, dat, dat zorgt ervoor dat mensen opnieuw voor zo'n gerecht kiezen. En dat is wat dat je met proevertjes bereikt, met vragen om input als je een keer eh, wat testings doet. Uh, en dat doen we nog Veel te weinig eigenlijk. Het is de, de, op zich, als je dat vertelt, zegt iedereen, ja, 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 dat is eigenlijk logisch. Mm -hmm. Maar om dat dan in de praktijk te organiseren, is dat niet zo evident. Mm. Heb je daar weer tijd voor nodig. Uh, maar dat is wel echt een superbelangrijke component. Een investering hierin. die zich loont. Ja, wij gaan ook, de koks moeten ook gaan proeven bij de patiënt. Dus wij gaan uh, om de zes weken, uh, gaan er twee koks, we hebben er zes. Om de zes weken gaan er twee verschillende koks gaan proeven bij de patiënt. En dat kan een willekeurige patiënt zijn, dat kan op uh, psychogeriatrie zijn, dat kan op geriatrie zijn, dat kan uh, op interne zijn. En dan, uh, dan luisteren ze dan eten ze een plateau mee met die patiënt en dan luisteren ze gewoon van. Allez, soms vragen ze af wat moet je daar doen of wat? nee, gewoon luisteren van. En sommige patiënten, dan merk je op de beleving door gewoon aan bij te zitten, eten ze alles op. En, en dan hoor je van, dat was lekker, of die soep vorige week was lekker, of allez, we hebben daar een filmpje van gemaakt. Hey, het is er een man die zegt van, oh, die soep smaakt me zo. Allee, dit, gewoon dat, dat, ik kreeg warm overal gewoon door dat te horen. Eigenlijk. Uh, dan weet je dat de keuken goed werkt. En ook zij zijn betrokken, want zij moeten het elke dag klaarmaken. Dus uh, dat, is, dat is voor hen ook een believing en, 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 en een voldoening. En weten dat ze goed bezig zijn. Ja. Ja. En dat is zo mooi, hè? dat is echt wat dat voeding doet. Hè? Mensen verbinden. Ja, ja. Ja. En als ze dan een keer een boterbriefje krijgt van chef Kok, het was lekker. Of uw eten doet ons sneller genezen, of, of doet... Ja, dat is echt... Uh, ja. Ik heb een keer een briefje gehad met 20 twint, euro ook erbij. Dat is waar. Ja. ja, een keer een boterbriefje <laughs> en er zat 20 uh, euro bij. Nu, dat was nog een Blankenberg, als ik daar werkte. <laughs> dus uh, het kan wel. Dus, uh, de, allee, in, 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 in een restaurant krijg je een schouderklopje en onmiddellijk ja. eigenlijk een reactie. In een ziekenhuis is dat veel moeilijker. Maar als je dat dan krijgt, is die beleving, of, of, of het genot ervan, eigenlijk nog des te groter. Des te groter, ja. Want er is natuurlijk wel een afstand tussen wat jullie doen in de keuken, in, in de, grote, de grote keuken, en dan gaat het naar de patiënt. het is wel, het is wel knap hoe jullie die, die connectie eigenlijk proberen te overbruggen. Zie je dat ook in andere zorginstellingen, Amy, waar, je, waar jij mee in contact komt? Um, ik denk dat dat op zich overal wel op een of andere manier gebeurt, maar misschien niet overal zo expliciet als, mm -hmm. uh, als waar Filip uh, werkt. Maar dat het een goede manier is om ook de kwaliteit in uw keuken te verbeteren. Staat als een kei boven water, denk ik. Het is een ideale manier om feedback te verzamelen, om voeling te krijgen met de mensen voor wie je kookt. Um, in een van onze projecten hebben we bijvoorbeeld. Uh, dat was in samenwerking met Stad Gent en het Sint-Lucas in Gent. Um, zijn ze ook echt... Uh, ze hebben daar hun menus veranderd. Hè. Op donderdag is daar nu een plantaardige dag. Mm -hmm. uh, en ook, dat geldt voor heel het ziekenhuis. Dus zowel patiënten, personeel als bezoekers worden betrokken. Um, en toen hebben ze ook echt gewoon in de gang proevertjes geserveerd aan iedereen die voorbij kwam. En op die manier rechtstreeks reacties uh, uitgelokt. Um, en, en ja, daar hebben ze heel veel uit geleerd. Hè. Voor de ene persoon is het dan een beetje te zout. Misschien de andere is helemaal verbaasd van de smaak. De andere zegt, oef, dat moet ik niet hebben. Wat ook mag, natuurlijk. Maar eigenlijk het gos van de mensen die van die plantaardige proevertjes, het was een, een volle veggie, geproefd hebben, was echt heel verrast. En zou het zonder dat proevertje niet besteld hebben, maar door het proevertje zijn ze er wel voor gegaan. En dat is ook weer zo'n leuke manier eigenlijk, hè, om mensen... Te verleiden met, met gewoon lekker eten. En dat was in het begin ook het punt. Hè. We vertellen niet per se dat dit plantaardig is. We okay. zeggen gewoon: dit is een nieuw gerecht. Als mensen vragen stellen, dan leg je hmm. uit wat erin zit en zo. Hè. Tuurlijk. Maar het gaat niet over het verstoppen, maar het gaat over gewoon inspelen op die smaak. Kijk, deze is lekker Eigenlijk is het uitgangspunt: het... lekker eten. En in tweede ja. instantie: ah, het is plantaardig. Ja, ja. 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 en de, we. We benadrukken zelfs nog niet hard genoeg hoe belangrijk dat dat lekker is. Hm. Want zeker in een zorgsetting, en Filip, sta me bij, ik weet het niet, is het comfort dat uit eten komt ook een hele belangrijke. Hm. Zieke mensen, ja, dat is vaak een lichtpuntje in hun dag. Ja. Uh, en dus is het eens zo belangrijk dat het, uh, dat het lekker is en uh, dat het aanslaat. Oh. Ja, en de zorg is, is lekker sowieso de trekker. het hm. maaltijd moet lekker zijn, uh, het moet gezond zijn, sowieso. Hm. Uh, maar het mag niet omgekeerd zijn: gezond, lekker. En veilig, dat telt ook nog mee, mm -hmm. maar veilig, gezond en lekker, als dat op de laatste plaats staat, dan hey, klopt dat er ergens niet. Je moet echt wel, um, en dat is ook de reden waarom we, dat we onze menu's eigenlijk aangepast hebben, ik denk dat we zes vegetarische gerechten hebben binnen een cyclus van vier weken, okay. dus sinds een week waar dat er een keer twee op staan, mm -hmm. dus zelfs twee weken, um, maar ik moet dan zeggen, allee, ik heb er ook mijn schuld aan gemaakt in het verleden. Door, allez, ik had altijd het idee van in een ziekenhuis moet je de mensen sensibiliseren. En ze moeten spruitjes eten of ze moeten vergeten groenten eten. Of, mm -hmm. of er moet veel variatie Er moet natuurlijk wel variatie zijn. Maar door, door, door testen en, en nulmetingen te doen van wat dat erop gegeten wordt, hebben we gemerkt dat we beter een, een lekker gerecht twee keer in de menu laten terugkomen. Mm -hmm. En waarbij dat, dat dan, dat, dat je dan een leegbord hebt. En, ja. en dat is toch de bedoeling binnen een patiënt. Je patiënt ligt maar vier dagen in een ziekenhuis. Waarom zou je allee, geen, geen, uh, allee, geen, uh, je menukeuze niet maken, dat je zegt van, oké, okay, heeft dan één keer wetloof. En, en, en de patiënt in het langste liggen, liggen er 21 dagen, dus ze gaan nooit bijna... Oké, okay, ze gaan twee keer wetloof hebben, mm -hmm. maar als dat iets is dat ze graag eten, dan, dan, dan zeggen ze, oh, hoera, je hebt een leeg bord. Dus dat, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. En er gaan minder naar de vuilbak, dus dat is ook wel... Uh, ja. Het belangrijkste is dat ze die nutriënten dan ook binnenkrijgen. Dat inderdaad, is, uh, ja, ja. Dat is de, het eerste... Het eerste criterium waarvan. Ja, zeker in de zorg, denk ik dan, waar dat ondervoeding toch wel een, een belangrijk topic is. En dat die borden leeg zijn, want dat betekent dat er voldoende energie naar de patiënt is gegaan. Energie die hij nodig heeft om te herstellen van zijn ziekte. Mm -hmm. um, ja, dat is zeker wel heel belangrijk. En daarom dat het ook zo goed is als je met plantaardig start of daarin verder wilt gaan, dat je altijd ook terugkoppelt. Die smaaktesten doet van wat, wat werkt hier nu wel en wat werkt hier nu niet. Want het heeft geen zin. Om je recht op de kaart te zetten, dat dat dan super duurzaam is en mega gezond, maar waar dat geen kat van eet, mm -hmm. ja, dat is ook jammer. Dat is dubbel uh. verloren, want we moeten het ook weg. Ja, ja inderdaad. Emily, ja. mm -hmm. uh, daar straks stipt je het aan: um, dat er een actie werd gedaan in, in een van de ziekenhuizen waar je een project had, zowel naar patiënten als naar bezoekers toe. Vergt dat een andere soort aanpak, patiënten en bezoekers, of kunnen die samen aangepakt worden? Ja, ik denk dat je. De, de visie van Mosquito in the Room is daarin wellicht dat je het best een globale voedingsvisie uitwerkt voor je ziekenhuis. Mm -hmm. En dat die. Tuurlijk zal die andere accenten hebben naar patiënten toe, gewoon omdat de noden anders zijn. Uh, maar wel dat dat allemaal vertrekt vanuit diezelfde visie op voeding. Um, dus dat is één superbelangrijk ding. En dat dat ook een visie is, denk ik, die gedragen wordt door iedereen. Niet alleen de keuken, maar ook de zorg. Mm -hmm. En dat is vaak iets wat dat we merken dat. dat ja, keuken en zorg is in een ziekenhuis wel heel nauw gekoppeld, maar soms vecht dat een beetje, uh, omdat die toch vertrekken vanuit een andere taakinvulling. Mm -hmm. Ik uh, hoor Filip al grinniken. Um, maar dus dat daar wel ook artsen, bijvoorbeeld verpleegkundigen, zorgkundigen, ook achter die keuken staan. Uh, want dat, dat helpt gewoon, dat, dat bemoedigt dat enorm. Um, en dan ja, als tweede denk ik, bezoekers en, en uh, personeel hebben dat daar kun je met veel meer keuzevrijheid wel werken, denk ik. Uh, en dan is het um, wel nuttig om na te denken over, oké, okay, hoe ga je uh, die plantaardige maaltijd misschien meer in de kijker zetten, meer promoten. Mm -hmm. um, waarbij dat je dan nooit echt die keuzevrijheid wegneemt, uh, maar wel positief stimuleert om voor dat plantaardige gerecht te kiezen. Denk naar patiënten toe. Um, ja, je kunt wel wat keuze aanbieden, uiteraard, en dat gebeurt. Hè. Um, maar is het iets... Misschien iets, I, heb ik al gehoord, dat, um, dat mensen zeggen, ja, maar je, je kunt een plantaardige maaltijd toch niet opdringen aan een patiënt. Okay. Um, Terwijl ja, als dat lekker en nutritioneel voorwaardig is, is dat gewoon een maaltijd zoals een ander. Mm -hmm. um, maar daar is denk ik nog wel wat werk aan, van hoe, dat, hoe dat je dat dan positioneert. Hoe dat je de zorgkundige die aan bed komt en die de maaltijden promoot en de keuze afneemt, daar ook nog verder in, in uh, meeneemt. En natuurlijk, niet elk plantaardig eiwit is even kwalitatief. Mm -hmm. uh, dus in die zin, in de, in de back-end, en dat is dan het werk ook van diëtisten in samenwerking met de koks en het keukenpersoneel, uh, is het natuurlijk wel nuttig om echt heel goed naar, die, naar de samenstelling van die plantaardige maaltijden te gaan kijken. Mm -hmm. Dus ik weet niet, Filip, of, ja, of je. Ja, dat klopt. We hebben een voedingsbeleid die, die door ons geschreven wordt, samen mm -hmm. met, uh, met een dokter en met uh, diëtisten en... Uh, en de zorgmanager, die in feite gedragen wordt uh, door de Haanse directie. Okay. En ook door de zorg, dan in feite. Uh, ook de zorg, de, 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 de mensen die aan bed komen. Uh, dus we gaan in feite daar. Uh, verandert er iets bij ons? Uh, die mensen gaan, zullen opgeleid worden om de maaltijd aan het bed te brengen. Hoe, hoe moet je dat aanbrengen? De communicatie. Okay. Het is vegetarisch. Wens je dat niet, dan heb je, heb je altijd nog de kans om een andere keuze te geven. Mm -hmm. En als ik het goed begrijp, Jullie, vanuit jouw organisatie. Komt de drive naar, naar die meer plantaardige voeding, komt echt vanuit die keuken, of zie ik het verkeerd? Well, ik denk dat dat wel gedragen wordt door Hans het ziekenhuis, ook directie. Dus het is wel zo dat wij echt wel uh, de trekkers zijn, ja. het voortouw nemen. En ook uit onze passie, in feite, om, om, om variatie in onze gerechten te steken, de kleur, uh, want de koks zijn nu al bezig van, ja, kunnen we niet mengen, kunnen we niet een beetje kalfshaakt weglaten en een beetje linzen meedoen mm -hmm. uh, in onze spaghetti saus, door in feite de combinatie van hybride gerechten te maken. Um, maar als we als keuken kunnen aantonen dat er meerwaarde is, dan volgt de directie, dat is echt wel... Ja. Uh, maar we, de directie staat ook wel achter een lekkere voeding. Uh, dat het, nou, dus, ze hebben er ook alle belang bij dat de patiënt tevreden is over de maaltijd Uitera, die geserveerd ja. wordt. Ja. 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 Als je dat vergelijkt met, uh, pakt weg, vijf jaar geleden of tien jaar geleden, is voeding belangrijker geworden in een zorgcontext of in een ziekenhuiscontext? Uh, bah, ik werk nu al uh, van 2007 in de zorgcontext. Mm. Uh, voeding is altijd al een belangrijk onderdeel geweest binnen de zorg. Uh, het heeft een periode een beetje opgeleefd, het heeft dan een beetje een down gehad, maar ik denk dat het nu de laatste vijf jaar toch echt wel uh, met naar omhoog gaat. Uh, en, en, en vele die ermee bezig zijn, als uh, ja, mosquito in de room nu, nu die ermee bezig zijn, veel trekkers, nu, ik moet zeggen dat wij ook, ik toon dan een keer het filmpje van Gent of, of, of aan onze koks, dus dat stimuleert dan ook van, ja, het lukt daar wel, waarom kunnen we dat hier bij ons niet? En zo ga je eigenlijk voorbeelden van een ander gaan gebruiken. In feite is er niets nieuws aan de zon en proberen we met elkaar, ja, ziekenhuizen onder elkaar, nemen contact met elkaar op, mm -hmm. hoe doen jullie dit? We hebben ook ziekenhuizen vanuit Hasselt of van heel die bellen naar ons van, oh, hoe doen jullie dat? Hoe, en zo leer je van elkaar. Dus dat is eigenlijk wel, denk ik, de beste manier eigenlijk, om, om stappen vooruit te kunnen zetten, ja. Ja, en inderdaad, dat leren van elkaar. En in, op, om op je vraag te antwoorden, van heeft voeding een belangrijkere rol gekregen? Mm -hmm. maar ik denk ergens dat we nu terug wat meer aan het beseffen zijn hoe belangrijk voeding is naar gezondheid ter preventie en ook naar herstel. En dat natuurlijk uw ziekenhuizen en uw zorginstellingen wel ergens een voortrekkersrol hebben op vlak van gezondheid en dat we via voeding ook heel wat kosten. Naar ziektezorg en zo kunnen besparen mm -hmm. als we daar harder op inzetten. Uh, je ziet dat ook in de vertaling hè, in de, uh, de voedingsdriehoek, uh, waar daar ook het stukje duurzaamheid mee in, in opgenomen wordt, en dat dat toch een integraal holistische visie op voeding wordt, dat als basis dient voor de voeding in de zorg, ook hè, uiteindelijk. Mm -hmm. ja, dat wordt klinisch aangepast op vlak van uh, patiëntenzorg, mm -hmm. maar naar personeel en bezoekers is dat ook de basis. Uh, en is dan een hele belangrijke. En Allee, als ik even over de landsgrenzen heen kijk, naar Nederland, waar, um, ik weet niet of dat ik dat zo mag stellen, waar dat wij als België toch een bourgondischere eetcultuur <laughs> hebben of zo, zien we nu wel dat ze in Nederland hard aan het inzetten zijn op voeding in de zorg. Okay. En dat daar ook criteria van gezond en duurzaam daar helemaal in verweven zit. Um, en dat dat echt, echt wel ook hard wordt gemaakt met doelstellingen. Uh, en dat daar een heel aantal ziekenhuizen voorgoede ziekenhuizen zijn, die echt trekken, die mm -hmm. echt bij de pioniers zijn. En, en inderdaad zo die andere uh, ziekenhuizen meenemen, evengoed in de zorginstellingen mm. meer, hè, lange termijn, uh, lange duurzorg. En dat je altijd pioniers hebt en dan wat meer. Uh, ja, mensen de di die de kat uit de boom kijken, maar even hoe ja. ook volgen, maar iets later. Hè? Maar de dynamiek is duidelijk aanwezig. Ik denk dat wel. Ja, ja toch wel, dat is ja. Misschien een ja. beetje beroeps, uh, beroepshoop, maar <laughs> tegelijkertijd, ja, ik denk dat wel. Ja. 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 En als je naar, die, naar de instellingen of ziekenhuizen waar jij op bezoek komt, Amy, uh -huh. waar, waar merk jij dat de grote drive zit? Of is dat echt afhankelijk van, van uh, partner tot partner? Ik denk wel dat, ja, dat het overal net iets anders is, hmm. maar wat dat wel de gemene deler is, is dat er altijd wel een aantal mensen echt gepassioneerd zijn. En die hebben dan zoiets van, ja, we moeten hierop inzetten, dit is zo belangrijk, uh, lekker, lekker eten, dat ook nog eens rekening houdt met die gezondheid en die duurzaamheid en dat milieu en dat klimaat, zou het dom zijn om daar niet op in te zetten. En dan die passie en dat enthousiasme zijpelt dan door, je ziet dat in dat team uh, en in het begin zijn ze dan nog zo wel voorzichtig? Mm -hmm. Maar door dan zo'n project op te starten en het effectief te gaan doen en bij te leren en succes, succesjes te boeken, uh, is op den duur wel de hele, hele organisatie enthousiast. En dat, dat is onvoorspelbaar. Dat kan iemand zijn vanuit facilitair, dat kan iemand zijn vanuit de voeding, soms is dat een aankoper, soms is dat een verpleegkundige die dan een mm -hmm. diëtiste aanzet. Mm -hmm. Soms is dat op directieniveau, soms juist echt bottom-up. Het is. Er is geen script voor nee, maar Niet te voorspellen. De gepassioneerde persoon is ja. dan wel de deler. Ja, ja, Absoluut. Maar ik denk dat altijd de beste manier is als het van, van de bodem komt naar boven. Als het van, van boven naar beneden komt dan en uit wordt opgelegd. Mm. En dan, ik denk dat je dan meer, meer zo, ja, wij moeten nu vegetarisch maken. Uh, en eh, wel, maar het is. Dat, dan komt de kunst naar boven ja. en hoe pakt je mensen mee? Ja. ja. Denk ja. ik. Dat is, ja, dat, is ook een kunst, dat is echt een kunst en iedereen bezit die. Mm. Dat is wel zo. Mm -hmm. En wanneer we het hebben over de zorgsector, maar evengoed elke andere sector, denk ik, uh, je moet eraan uit kunnen zeggen, we dan in het schoonvlaams. Vlaams. Uh, het moet be behapbaar en betaalbaar blijven. Hoe, hoe zit het met die e Shift en het prijsaspect, of de kostprijs? Goh, ik ben nu veel bezig met prijzen en met, met, met uh, oh, kipverlies en, en noem maar op. Ik denk dat dat eigenlijk wel goh, een klein beetje een is. Mm -hmm. Het is natuurlijk duurder, uh, maar het hangt er vanaf hoe je ermee omgaat. Uh, als je het klaarmaakt, die dan... Allee, die misschien minder, minder goed opgegeten wordt... en het moet weggegooid worden, dan... Allee, wat is die prijs daarvan? Um, zijn, die, zijn die plantaardige eiwitten dan zoveel duurder? Misschien wel de bereide... de, 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 de hybride producten die op de markt zijn... Mm -hmm. gaan misschien wel, maar je moet echt met, met producten werken van, vanuit de basis. Uh, allee, wij zijn ook van plan om te werken, samen te werken met een uh, oké okay. En eigenlijk gaan we, gaan we zakken gaan kopen... Uh, in 25 kilo, en gaan we ze dan? Allee, we gaan daar rechtstreeks van de boer, van de bioboer aankopen. Hmm. En ik denk dat dat echt dan te verwaarlozen is ten opzichte van, uh, van bepaalde vleesproducten. Uh, dus ik denk dat de win-win is. Uh, alleen wat hij er ook, de voetafdrukken, allemaal zo. En wat hij erdoor op een andere manier door bespaart. Ik denk dat dat uh, natuurlijk echt heel, heel fijn berekenen. Ja, je moet er echt al. Uh, maar in mijn menu, alleen mijn voetkost van mijn menu. Merken wij geen significante stijging doordat we nu zes keer vegetarisch doen mm -hmm. en elke dag een, een vegetarisch alternatief hebben in onze dagmenu? Mijn menu blijft nog altijd mooi op, op, op het gemiddelde. Dat okay. we, het is een evenwicht binnen, binnen de cyclus. Het is mm -hmm. een evenwicht over vier weken. En in feite moet je het zo zien: je dus niet alle dagen een bustik, je eet ook een keer een, een stukje kip of een keer een worst. En, ja. en als we dan, maar in een evenwicht hebben we nu met de diëtisten moet je ook allee, zoveel keer kappen, keer groenten, allee, keer plantaardige eiwitten. En op die manier maken we onze menu even eten. Dus. Mm -hmm. Ja, en allee, ik denk echt dat het heel belangrijk is om goed te zien hoe dat je menu samenstelt. Hè? Peulvruchten, een heel belangrijke en goede natuurlijke eiwitbron, mm -hmm. 100% plantaardig, kost, kost een fractie van wat dat vlees kost. Akkoord, we zijn het misschien niet gewend om te eten, dus daar komt dan weer de kunst van de chef naar boven. Mm -hmm. uh, maar als je dat ziet, slim. Berekend en, en integreerd, heeft er zeker wel uh, wat te winnen. En ten tweede, en dat is misschien een beetje een, hoe zeg je dat, een knuppel in het hoenderhok uh, gooien, maar moeten we het soms ook niet hebben over wat een goede, lekkere, gezonde maaltijd mag kosten? Ja. Want we zitten ergens vast met een bepaald budget, en de, dat is traditioneel zo gegroeid en daar heb ik veel te weinig kennis over om daar echt diepgaand op iets te zeggen, maar moeten we maatschappelijk niet ook. Op een moment beslissen van ja, maar wij willen als maatschappij dat de mensen die ziek zijn een degelijke maaltijd krijgen. En hoeveel mag dat dan kosten? Mag dat dan niet al eens iets meer kosten? Mm -hmm. Open vraag, hè? Uh, het is haalbaar met de budgetten die er nu zijn, maar het is wel echt. creatief zijn. rekenen, hè? Je zegt, Filip, van. Um... We zitten nu in een, in een vier weken cyclus aan zes, zes vegetarische of plantaardige menus. Ja. Uh, sorry, uh, ja. maaltijden. maaltijden ja. Hoe ver moeten we nog gaan? Waar, waar zit je die evolutie stoppen? In een ideale wereld? Goh, ik, denk, ik denk als je al zes vegetarische gerechten in een cyclus hebt van, van, van vier weken, reken daar nog een keer kip bij, reken daar nog een keer vis bij, reken daar nog mm. een keer roodvlees bij, reken daar nog een keer een gerecht bij. Ja, je moet een variatie maken. Als hmm. je dan een overwicht gaat krijgen aan, stel dat je er dan acht insteekt, steekt, ja, wat ga je dan weglaten? Hmm. En dan ga je misschien, gaat het te eng worden de menuplanning? De menu uh, dus er moet de variatie blijven. Ik denk, als, allee, ik denk dat zes al een heel mooi, um, allee, tal, getal het is om dat aan te bieden in een menu van vier weken. Hmm. Dus, uh, alle allee, lof daarvoor natuurlijk. Hè? Ja, maar het gaat over een variatie in het menu. Kleur op het bord. Uh, een keer cap. Een keer in een cyclus van 14 dagen. Uh, moet, je, moet je sowieso uh, allee, zoveel keer om de zoveel dagen rood vlees. Niet te veel gehakt, Geen twee dagen hakt na elkaar. Mm -hmm. ja, om duur moet je ook geen twee dagen na elkaar vegetarisch geven. Allee, dan mm -hmm. ben je ook verkeerd bezig in een andere richting. Mm -hmm. Dus probeer een evenwicht te maken op je vier weken. En dan, dan, uh, dan klopt dat wel. Ja. Mm -hmm. Ja, als ik daar mag gaan, ik <totstuken> denk dat we, dat we nog iets, iets verder kunnen gaan. Gewoon ook vanuit het punt, als ik hoor dat op vier weken zes keer plantaardig wordt geserveerd, dat is, dat is bijna nog niet de helft. En als we dan kijken eigenlijk naar de nieuwe richtlijn van het Vlaams Instituut voor Gezond Leven, dat eigenlijk zegt de helft van de week plantaardig eten. Uh, dan denk ik dat, dat we daar nog heel veel mooie opportuniteiten hebben liggen. Uh, het moet, het moet ja, die evolutie moet meegaan ook met wat mensen ergens vragen, verwachten, wat haalbaar is. Uh, wat de keuken ook aan kan. Hè, naar, naar, naar vaardigheden toe, naar creativiteit. Waar ook de producten mogelijk maken natuurlijk. Want we hebben het nu vooral over misschien warme maaltijden gehad. Mm -hmm. Maar ook naar ontbijt en avondmaal is er heel veel mogelijk hè, in, in de plantaardige wereld. Uh, en ook daar... Is heel veel gezondheidsminst te behalen, denk ik. Zeker als we kijken naar charcuterie. Denk dan aan worsten, hespen en filet de saxen en, en al dat. Ja, daarvan weten we eigenlijk dat de Vlaming te veel eet. Mm -hmm. Dus we hebben er alle baat bij om daar te gaan zoeken naar. Oké, okay, hoe kunnen we dat nog verder aanpassen? Um, en natuurlijk, inderdaad, die nieuwe generaties staan daar veel meer voor open. Mm -hmm. Dan de ouderen die het toch wel echt heel gewend zijn van een boken met confituur en dan soppen in de koffie. Het is cliché, I know, maar. Clichés bestaan al Ja, reden, ze bestaan ja. en daar ja. moeten we zeker ook rekening mee houden. Uh, maar ook daar kunnen we nieuwe dingen aanbieden, denk ik. Um, denk aan de peulvruchten uh, De humus is zo'n dooddoener. Mm. Maar er staan oneindig veel variaties in. Is zeker niet per se duurder dan een charcuterie. Je uh, kunt ook heel veel spelen met groenten. groente fruit ook belangrijk. Um, ja, waarom niet met notenpasta's? I know, dat is dan naar allergieën wel weer een, een uitdaging soms. Maar ook daar is wel wat, denk ik, nog te ontdekken uh, voor, de, voor de Belgen. Um. Ja, We bieden s'avonds ook wel uh, vegetarische salades aan mm -hmm. en, en uh, vleesprits. Uh. Natuurlijk, ik denk gewoon, het is een evolutie. Allee, mm. Evolutionair zal dat misschien binnen, binnen twee jaar zitten we samen nog een keer en dan gaan we zeggen, oh, we doen al veertien keer een uh, vegetarische menu in de, in de vier weken. Ah, het kan, hé. Uh, ben daar ook, ik ben daar zelf niet bij gerachten over omdat mm. je echt wel producten op de markt hebt om uh, nieuwe gerechten te maken en mee in één minuut. Uh, het enige is dat we moeten opletten om niet altijd één pans gerecht te maken met. Mm. Uh, met uh, met de vegetarische uh, alternatieven, dat het ook een keer een gewoon alternatief, een bord is, die lijkt op een uh, we hebben een vegetarische cordon bleu, dat zijn dan gewone groentjes bij aardappelen, en een vegetarische ajuinsaus, dat lijkt op een gewoon dag, dagelijks bord. Mm -hmm. En daar moet ook naartoe streven, dat er producten op de markt komen die echt wel, dat niet altijd een, een, een waterrui van uh, vegetarische water moet zijn, mm -hmm. of, of een spege, uh, vegetarische spaghetti, uh, dat je echt wel uh, gewoon alternatief hebt om, om een gewone minuut te vervangen. Ja, hm. Ik... ja nou, en dan bedoel je vooral de, de tripartite. Ja, de tripartite, uh, ja, ja, ja. Die... ja. Dat ja. je eigenlijk geen éénpans krijgt, maar drie, producten, eh, drie componenten op het bord: het vegetarisch product, de aardappelen en de groenten aan met, met de saus, een vegetarische saus, ja. dan, je, ja, dan lijkt het uh, op een gewone dag, dagmenu, ja. ja. Ja, ik denk dat we daar nog heel Beschillig, lang eh? over kunnen ja, doorpraten, ja, want ja. sommige mensen zeggen dan juist, ah nee, dat moeten we nu juist vermijden, omdat we dan te veel naar die smaak van vlees op zoek gaan, die we dan eigenlijk toch niet vinden in dat vegetarisch alternatief. En daarom dat juist die inpantsgerechten en het compleet out of the box denken, hè, want we hangen daar eigenlijk nog heel nauw aan vast... Uh, ja, vlees, pataten, groenten, uh, dat we daar juist wat uit moeten breken. Maar dat, dat vraagt ook wel ergens een zekere cultuurswitch. En ja, vind maar eens een nieuw gerecht. Concept. Uit. Een concept gerecht, ja, een, een hmm. gerechtconcept. Dat is ja. niet zo hmm. eenvoudig. Maar ik had overal dat we naar die evolutie moeten streven en blijven bewandelen. En ik denk met enthousiaste en gepassioneerde personen zoals Philippe en Amy komt dat zeker in orde. Allebei heel erg bedankt. Dank u wel. Ja. Heel veel heel erg gedaan. Ja. Dit was de derde aflevering van de Eiwitschifters. Deze podcast kadert in de Green Deal Eiwitschift op ons bord, een initiatief van de Vlaamse overheid. Wil je hierover meer weten? Surf dan naar www.greendeals.be. We bedanken onze gasten die zo vriendelijk zijn om hun expertise te delen uit persoonlijke titel en niet noodzakelijk de mening vertegenwoordigen van hun organisatie. En um, de Eiwitschift ziet dat je het in je geheugen grift.